We zitten hier in de Oosterpoort, het centrum van de Eurosonic Noorderslag conferentie. Maar het centrum van de popmuziek in Groningen, dat is natuurlijk Vera. Een poppodium dat al decennia lang bestaat. Een van de laatste echte ouderwetse bolwerken. Ook heel lang hadden ze een eigen krant, de Vera-krant. Hij is niet meer, hij gaat ermee stoppen. En we hebben Peter Wening, programmeur van Vera, gevraagd om een krantje mee te nemen. De hele tafel ligt er vol mee. Dit is de laatste, de allerlaatste gewone Vera-krant. Peter, het is toch een fenomeen, die Vera-krant. We moeten het er even over gaan hebben. Als wij op Eurosonic bovenop de kelder zaten, of op de zolder zaten van Vera met de redactie, dan stonden daar die grote mooie machines. Maar die kunnen volgens mij niet eens meer naar beneden. Nee, de offsetmachine. Ja. Die er nu staat, die is door het dak naar binnen getakeld. De Oosterstraat moest worden afgesloten. Ja. Grote kraanwagen, een ding weegt 2 ton, geloof ik. Moest speciale vloer voor gelegd worden. Dus die moet daar nu maar blijven staan als een soort museumstuk. Ja, hij moet eigenlijk ontmanteld worden. Want hij kan natuurlijk niet... En trouwens, dat is ook een onderdeel van dat we stoppen met de krant. Is dat hij eigenlijk kapot is. Ja, Keer voor deze moesten we nog speciaal laten repareren. Ja. Ja, en dan moet het dak er weer af. En dan moet de straat weer worden afgezet. En dan, dat kost alleen al 10.000 euro, geloof ik. Wow. En dan moet je de machine... Die is dat helemaal niet waard. Dus, ja. Het is een bijzonder krantje. Er staat gewoon historie in gedocumenteerd van dat poppodium. Je hebt er zelf ook veel voor geschreven. Hoeveel manieren kun je verzinnen om Kurt Cobain te schrijven? Ja, ik had geloof ik een foute voornaam en Cobain met een K geschreven, geloof ik. Kirk Cobain was je het. Je hebt in 1 recensie 4 verschillende schrijfwijzen voor die... Ja, dat, zijn, dat is typisch de Vera-krant. We waren niet zo goed in Nederlands over. Er zijn wel een paar scribenten die hebben inmiddels al romans op hun naam staan. Jacob Haagsma, die schrijft geloof ik voor het NRC, is ooit begonnen bij de Vera-krant. Dus er zijn ook positieve uitzonderingen. Hoe ging dat in de tijd? Want het blad bestaat sinds 74, 75? Nou, hier in 75, 1 januari, is Vera open jongerencentrum geworden. Nadat het daarvoor gereformeerde studentenvereniging was. Nou, je hebt natuurlijk altijd een blaadje. En we hadden toen al een offset, hoor. We hebben altijd een offset gehad. Dan moest natuurlijk een programmablaadje, dat was Vera deze week. Dat was heel 75 tot in 76. En toen werd het daarna, in 76 werd het Vera-krant. Ja. Ik heb nummer 1 niet bij me, maar die ligt in de expositie. Dat was natuurlijk wel in de tijd dat je fanzins had en iedereen zelf maar wat ging doen, toch? Nou, ik denk in de 70 jaren. Ik ben zelf in 77 in Vera begonnen. Ja. Maar het was ook vooral heel erg veel politiek. Het ging niet alleen over muziek? Nee, er was heel veel. Kijk, als je, je ziet het wel aan het standbeeld. Of deze hadden we net. Heel links georiënteerd? En, heel erg links, want het was van gereformeerde studentenvereniging. Werd er gelijk ultra zwaai naar links werd er gemaakt. De hele Kraak-organisatie is opgericht vanuit Vera. Nou, al die politieke groeperingen bestonden nog niet, zoals COC. Dat was, vroeger zat dat echt in de jongerencentra met de homogroepen, vrouwengroepen. Ja. En daar hoorde meteen ook al een heel specifiek uiterlijk bij. Nou, dat is allemaal nog heel primitief eigenlijk. Nou, hier zit dan wel kleur in. Vroeger was het echt zwart-wit. En dan krijg je gewoon in de begin 80e jaren, dat is bijvoorbeeld dit, dan krijg je van die eigenzinnige redacteuren. Laat hem even naar de richting camera zien, ja. Dit is Bob en dat is Bill Mensema, dat is van onder andere al 4 romans op zijn naam staan. Ja. Ja, en die schreef ook heel erg hier, revolutionair, Volksvera-krant. Maar hun zijn eigenlijk begonnen met een hele eigen stijl als redacteur. Ja. En vanaf daar krijg je zo'n ontwikkeling van vooral Willem Kolvoort, onder de naam Snorkel, die maakte van dit soort dingen. Johanna Wenke, die maakte van die hele mooie... Het is moeilijk te zien op camera, denk ik, maar... Je ziet die stijlverschillen zie je heel erg duidelijk. Ja. En dat we in eind 80 jaren, vooral begin 90 jaren, dan krijg je echt die hele mooie ontwerpen, multicolor. Ja. Maar gaandeweg werd het wel minder politiek, denk ik, hè? De politiek is dan al helemaal weg, want dat is allemaal voor 86. Is dat jammer? Want dat betekent, dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd waarin politiek, maatschappelijke dingen die in de maatschappij gebeurden, ontzettend verbonden waren aan die popmuziek. Nou, het was wel zo, wat ik net al zei, van die groepen die gingen, dus daar kreeg je organisaties voor. Dus die gingen allemaal uit die jongerencentra. En dat werd steeds, in 86 hadden wij zo'n interne revolutie. Van dat ging echt botsen. We hadden nog een huisdealerij. Huis softdrugsverkoop was natuurlijk ook een politiek issue in die tijd. Ja. Daar werd voor gestreden. Wij gingen BTW betalen. Terwijl er natuurlijk geen achterdeur is. Dus het kostte allemaal heel veel geld.
Maar dat is allemaal ontploft in Vera in begin 86. Ja. En wat je daarna krijg je eigenlijk, dan gaat er hele groepen gaan dat jongerencentrum uit en het wordt steeds cultureler. Dan wordt het meer een popcentrum. Alhoewel, we hadden toen alleen nog maar film, dansavonden en concerten. Ja. En is die hele ook de huisdealerij gestopt. Dus toen is het eigenlijk de grondlegging van het huidige, of van de jaren die daarna, is het eigenlijk gewoon allemaal subcultuur, popcultuur geworden. Heb jij een muziekstuk waarvan je denkt, dat is nou echt typisch de Vera-krant? Gewoon op zo'n manier schrijven over... De Vera-krant bestond natuurlijk altijd uit gewoon concertstukken. Ja. In de laatste blikken we alleen maar terug, hoor. Dan schrijven we film en dat ging over programma. Maar er waren ook columns. Bijvoorbeeld ook over sport, Amerikaanse sport. Omdat er een medewerker was die praatte heel veel met die Amerikaanse bands. En die had het altijd over baseball. Yeah. En hij was een baseball, American football fan. Dus daar ging hij over schrijven. Iemand anders ging over de perfecte tackle. Dat ging over voetbal en van alles en nog wat. Maar je mocht ook alles schrijven. Je hoefde niet per se de bandjes die in het podium kwamen... Het stond er toch wel in, maar die columns hoef je niet... Nee, dat mag. En ik zelf schreef natuurlijk recensies onder de naam Bühnenleben. Ik kalkte echt pagina's vol. Ik heb het allemaal weer voor deze krant allemaal teruggevat. Ik wist echt niet wat je ziet. Het gaat maar door. Tientallen recensies per elke twee weken weer. Dus daar... de strips wil ik natuurlijk ook nog eventjes. Dit is dan van Ricky. De Fearless Cartoonier. Ja. Maar we hebben heel veel strips gehad altijd. Dat zat dan in de hele oude. Vera Vuur, dat ging over medewerkers. Maar daar kwam ook gewoon... Hans Wiegel in voor en als een fascist. En wat de fascisten kwamen en die moesten... Dat was echt heel erg politiek was dat. En de Vera-medewerkers, heel erg herkenbaar, ze zie je zo op de plaatjes. Die speelden daar weer een rol in. Dat ging zo tegen elkaar. Dus die strips die hebben er ook altijd al in gezeten. Vanaf de 70 jaar al, tot op de dag van vandaag. Het zat er niet meer in. Je zegt die offsetmachine, die is kapot. Offsetmachine, personeel natuurlijk, zijn vrijwilligers. Die moeten dat leren, want het is echt een ambacht. Ja. Dus je moet, en dan gingen een paar mensen weg. En dan duurt wel een jaar voordat je echt goed ingewerkt bent, dat je alleen kan werken. Je moet ook op je vingers letten. Maar dit is historie, hè? Je zei net al, de hele collectie die wordt ergens op sterk water bewaard. De hele collectie ligt bij Groninger Archieven. Ja. Maar gaan we dit ook nog ooit eens een keer op internet terugzien? Alles gescand? Dat is ook een onderdeel van. We moesten ook investeren in een mobiele site. Dus we hebben geld. Nou, je kan niet overal geld aan uitgeven. Je moet keuzes maken. Ja, en toen kwam de Vera-krant. Mensen gingen weg. Machine is kapot. Duurt heel lang om in te werken. Oplaag is met 1000 gedaald. Vergeleken 2500 echt tot onder de 1500. Wordt alleen nog maar meegenomen door... Jonge mensen nemen niet meer mee. Lees het wel echt. De inhoud staat ook op internet. Ja. Dus natuurlijk allemaal... We hebben ons eigen nek omgedraaid wat dat betreft natuurlijk. We gingen ook op internet, stonden dezelfde stukken. Ja. Dus alles bij elkaar. Het is heel jammer, maar... Dankjewel, Peter. Mag ik nog één stukje voorlezen? Voorlezen. Ik zou een stukje voorlezen. Een voorbeeld van een recensie. Ja. Deze gaat over Ted God's Balls. Sub Pop Seattle. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Altijd heel veel hoofdletters, heel veel uitroeptekens. Ja. Mudhoney waarschuwde er al voor. Ted, poe, zwaargewichten. Spelen met de chainsaw, grappen en grollen. Blood all over the place. Geen songs, eerder brokken, stomend asfalt. Een zoemende, snorrende, zwaar stuwende bas. Bangen, growl, crunch, exploderend, loeihard en hypnotiserend riff, rock, soundblast. Denk aan Mudhoney over de top. Op een Black Sabbath sessie. Butthole Surfers en Prong zijn ook op de party. Titels als Satan's Chainsaw, Nibble Belt, Sex God Missy, Cyanide Bart. Dit alles op een Jesus site en een Judas site. En shit, Killdozer. Denk ook aan Killdozer. Dankjewel. Dankjewel, Peter.